Ik ga China in. Ik ga China in fietsen vandaag. Wow. Het is zo raar. Hallo. Ik ben bijna bij de grens met Kazachstan en het is bizar waar ik nu aan het fietsen ben. Oh, wat ben ik blij dat het zonnetje er vandaag is, anders had ik dit misschien niet overleefd. Kan het zo zijn dat ik op 2300 meter in Kirgizië ontbijtkoek aan het eten ben? Yes. Ja. Deze lange, lange rechte weg. Zie ik voor me een gebouw en dat moet de grens zijn. In ieder geval de uitgang van de Kirgizië, vond ik. Dat was de grens met Kazachstan. Tussen Kirgizië en Kazachstan. Kazachstan, it is, I guess. Hij doet het niet. Hey ho, laat deze afdaling maar komen, yo. Gek mutsje. Goedenavond. Ik lig op een mooie plek. Lig je nou in een lekker warm bed, in een lekker warm huis vanavond? Besef even hoe fijn dat is. Ik ben bijna in China. Ik rij op de voor mij langste, saaiste, rechte weg tot nog toe. Ah, yes! Ik ben er bijna, China. Ik ben in het zonnetje. Windstil. Een boekje aan het lezen. Zoepie. Smakelijk. Ik ben gisteren hier aangekomen. Hotelkamertje, 4 bedden in een bruiloftzaal hier beneden. Maar ze hosten ook mensen als dat nodig is. Vandaag is belangrijker. Ik ga China in. Ik ga China in fietsen vandaag. Wow. Tegelijkertijd is er een Duitser en die komt uit Almaty. En we hebben elkaar eerder ontmoet en hij is nu ook onderweg naar China en het zou best kunnen zijn dat onze wegen ergens kruisen vandaag en dat ik China infiets met een Duitse gast. En dan ben ik er. Dan ben ik in China. Op een fiets. Op een fiets. Ik ga vandaag voor het eerst in China ni hao zeggen tegen een Chinees. Dat vind ik leuk. We zijn nu 15 kilometer aan het fietsen ongeveer. En ik zeg we, want dit is Tobias. Ja, yeah, let's get lost. And this sounds like a joke. Hello. Hello. A Dutchman and a German are cycling to China. China? And they're almost there. Ik weet niet precies hoe de grap eindigt, maar dat gaan we zien. Filmen ga ik zeker niet doen bij de grens. Bij deze, de eerstvolgende keer dat ik jullie spreek en zie, bin ich in China. In China. Doei. Tot ziens. Tot ziens. De vlaggen om mij heen kleuren rood. Dat is maar om één reden. Ik ben in China. We zijn door deze behoorlijk intense grenscontrole heen die ik voor me zie. En ik kan zeggen, ni hao. We moeten gelijk op de foto. Natuurlijk met het peace teken. China, we made it. Peace in China. Me en Tobias have cycled all the way to China. And we're here. Er is Engels, er zijn Chinese tekens, er zijn veel Chinezen op straat. This needs to land, man. I need to land. China, it needs to be done. Het zijn
eerste en ongelofelijke meters in China over deze enorme weg. Hallo! Hallo, hallo! Ik geloof het gewoon nog niet helemaal. Ik ben echt in China. Wauw. De komende dagen gaan we van de ene verbazing in de andere vallen. Als je dit gebouw ziet en er staat best food op, dan ga je er eten. Dus we gaan hier voor het eerst Chinees eten. Ik denk dat het fastfood is, iets van kip. Het is zo raar. We zitten binnen. Ik ben gewoon heel benieuwd naar een aantal vooroordelen die je hebt over China. Het eten en de manier van eten. Spugen op straat. Vrouwen die hunzelf blanker maken dan dat ze daadwerkelijk zijn. Wat dan toch wel waar blijkt te zijn, zoals het meisje achter mij. Die heeft een heel wit, bijna geschilderd-achtig gezicht. En dan denk je, ja, nou, ergens klopt dat dan. We hebben voedsel. Oh, look at the egg, that's horrible. Look at the egg, no. It doesn't even look like an egg. I wouldn't eat it. No. Wij moeten ergens heen, maar het is ons erg onduidelijk waar we naartoe moeten. Al fietsend op de expressway, wat eigenlijk niet mag, is de eerste uitdaging het feit dat we een slaapplek moeten vinden. En ze zorgen er op alle manieren voor dat je er niet op of af kan, in ieder geval niet makkelijk met een fiets. Omdat het zo streng van bovenaf toegezien wordt door de politie, de bevolking dan, zullen ook gelijk de politie bellen. En dan word je geëscorteerd naar een duur hotel en dan ben je de sjaak. Op zoek naar een slaapplek zijn we de snelweg afgesprongen en we hebben een plekje gevonden waar echt helemaal niemand ons gaat zien. De eerste nacht langs de snelweg met het geluid van de snelweg, het geluid van een beekje. Ik denk niet dat we gestoord gaan worden. De kans is minimaal. Wij hebben onze eerste nacht, nacht 1 gehad in China. We hebben nu de fietsen weer over de reling getrokken en ready to go. Kinderen in China hebben broeken die aan de achterkant helemaal doorgescheurd zijn. En de reden zie je nu. De kinderen die kunnen gewoon door hun hurken gaan en poepen en plassen waar ze maar willen. En het is dag 2 en wij zijn al een beetje in shock. We zijn net begonnen aan onze laatste klim. Ook mijn laatste klim. Tot aan Urumqi in ieder geval. Mijn hand is helemaal gesloopt. En dat komt omdat ik bij die meneer in zijn wagentje een poosje achter heb gehangen. Kijk nou. Het is ongelooflijk waar ik sta. Ik kom net de tunnel uit daar en aan mijn linkerhand zie ik een mega groot meer. Ik ben gestopt met fietsen omdat ik even wil wachten op Tobias. En ik heb gelijk een slaapplek gevonden. In een of ander dugout. De tent staat. Echte Chinese noodles gehaald. Eindoordeel, eerste Chinese noodles in China. Voor mijn tere Hollandse mondje is het een beetje te heet. Als ik Urumqi heb bereikt, dan ben ik blij. Dat is voor nu mijn eindbestemming. De tunnel heeft mij vannacht goed gediend. Ni hao vanuit China. Ik geloof het zelf nog steeds niet helemaal. Je moet hier officieel eigenlijk elke nacht registreren in China. De lange stukken over de snelweg zijn zo ontzettend lang. Er is niks tussenin, geen tankstation, helemaal niks. Met andere woorden, je zit gewoon
vast, want het wordt avond. Maar je kan de snelweg niet af, want de hekken staan er nog steeds. Maar je moet toch ergens een plek vinden om te slapen. Dat is de grote uitdaging in China. Dat waren flitspalen die ook om de zoveel kilometer staan, maar die flitsen iedereen. Dus ik denk dat het meer ook weer registratie is van nummerbord of voertuig of alles wordt in de gaten gehouden. Ik heb sinds Europa mee, misschien Turkije, niet meer zo'n soepele afdaling gehad. Wauw. Het is zo relaxed. Direct na de katoenvelden zag ik Tobias, dat is zijn fiets. En we hebben nu onze fietsen al ietsjes van de weg weggeduwd. We zien de auto's nog wel, maar zij gaan ons waarschijnlijk niet zien. En Tobias is nu even een beetje de fietssporen aan het verwijderen, zijn tas aan het halen. En hopen dat we hier een nacht kunnen doorbrengen zonder gestoord te worden. Bij dit grote, immense reclamebord. We zijn weer de snelweg op en moeten nu ongeveer 20 kilometer fietsen tot het volgende dorpje. Wij zijn aangekomen bij een lovely family. Tobias, die heeft nog niet zo heel vaak met stokjes gegeten. En de hele familie vindt het hilarisch en maakt foto's van Tobias die probeert te eten met stokjes. Slurpen. We staan op een viaduct en we hebben pauze. We hebben vanochtend wat brood gekocht. 100% natural is. Natural. En we hebben het opgezocht en het is echt geen Engels. Wij zijn al ongeveer 400 kilometer aan het fietsen in China. En de eerste 100 kilometer waren erg mooi in de bergen. En daarna was er niks. En nu komen we aan in de eerste iets grotere plaats. Het is industrie, industrie, industrie en industrie. Good morning. Good morning. Wij zijn in een hotelkamer. Kijk, hij ziet er zo raar uit. En daar gaan we natuurlijk even gebruik van maken. Je hebt een soort van afstandsbediening. Er gebeurt van alles onder mij nu. Wij gaan wat ontbijt halen. Gevuld bord met van alles en nog wat. Ik weet het niet eens. De behaarde mannen have a rest day today. Ik moet ook een simkaart regelen. En dat heeft te maken met het feit dat ik het liefst zou willen internet zou willen gebruiken. Omdat dat voor het vertalen en zo wel heel erg handig is. Dit is mijn eerste echt hele, hele grote supermarkt. Wij zijn in de ground floor van China Mobile. We worden geholpen door Jane. Jane. Lovely assistant. Hallo everyone. Wij wachten nog even op of we een simkaart kunnen krijgen, ja of nee. In ieder geval doet Jane heel erg haar best. Klantenservice in China gaat heel ver, tot nog toe. Dus wij zitten in een taxi, we gaan rond in Guizhun. We zijn uit eten. This is a lot of food. Wow, wow, looks really good. It's called tapenzi. 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 Ji means chicken. Tapenzi. Big. Han. Ah. Han. We're enjoying, yay. Het rode wat je ziet zijn pepers die in de zon aan het drogen zijn. En het zijn echt heel erg veel pepers. Twee dingen geweest in China die we heel erg veel hebben gezien. Katoen en deze pepers dus. Dit zijn gewoon oneindig veel gedroogde pepers. Dat is bizar. De lucht wordt smeriger. Ik
wou bijna al dat ik een mondkapje op had, want ik heb hier al het gevoel dat we per ademhaling een week korter te leven hebben. Een andere manier van vals spelen. Je gaat ontzettend dicht achter een vrachtwagen rijden die ongeveer 30 km per uur rijdt. En die vangt alle wind. Sterker nog, die heeft een soort van zuigend effect aan de achterkant. Dus die zuigt je mee. Hallo, hallo. Bye bye. Goedemorgen. Urumqi is de eerste grote, echt grote Chinese stad die we gaan tegenkomen. En was voor mij 7 maanden geleden ook een beetje het doel. Het vergt nog wel even ruim 100 kilometer, 110, 120, om daar te komen. Oh, foto. Have a nice day. Wij gaan een snelweg op en daar staat heel expliciet een bordje bij. Ah, ze leuken de snelweg op zijn minst wel een beetje op. Ja. Hey, linksboven staat Welcome to Urumqi. Wij zijn een rondje aan het maken in Urumqi. Een stukje aan het lopen. Hier heb ik 7 maanden voor gefietst. Look at this, Urumqi. Dit is Urumqi. Ik heb er denk ik 10.000 kilometer op zitten. Ik heb gewoon 1 doel bereikt. China. De eerste grote stad in China. En het is dat ik het ook rustig aan genoeg heb gedaan om mentaal alles wel te verwerken. Eens in de 3 dagen een rustdag in de grotere steden wat visite krijgen en daar een week blijven. Dat ik een soort van begrijp wat er is gebeurd, maar toch, ik vat het nog niet helemaal. En het is heel vreemd. Zeker als ik elk land bijvoorbeeld afga met wat er is gebeurd. In Duitsland een oude samba muzikant tegengekomen, fantastische dagen mee doorgebracht. Oostenrijk, sneeuw gehad en onweer en donder. Oh man! Slowakije, Hongarije, de ballonnen in Cappadocië, tot aan de ultieme gastvriendelijkheid en wijn in Georgië. Oh, like this? Yes! Met het recentelijke hoogtepunt de Pamir Highway en daar tijdens de Pamir Highway weer verschillende hoogtepunten bij mensen thuis. Die berg beklommen met mijn fiets zo hoog gestaan als bijna de hoogste Europese berg er is. Als ik het zo stap voor stap langs ga, is er zoveel gebeurd. En is het nu al zo'n prachtreis. En ik zeg nu al omdat ik nog niet klaar ben. Deze video's gaan wel stoppen. Nu ik hier sta, is het toch ook wel gek dat het dan gaat stoppen. Ik ga zelf door voordat het vertrok was het eerste doel eigenlijk al China. Het tweede doel was Singapore en wellicht een derde doel Australië. Ik ga heel China door. Ik heb lang niet genoeg tijd om een visa. Dus ik moet gaan trainen binnenkort. Dus ik ga nog door. Alleen zal het niet meer wekelijks op deze manier naar jullie scherm toe komen. Ik heb zoveel berichten van hey, ik ga weer fietsen oppakken of hey, je stimuleert me echt om ook zo'n reis te gaan maken. Of tot aan hele praktische vragen van wat voor GPS-app gebruik je, hoe doe je dat met het op slot zetten van je fiets. Hele kleine praktische dingen, waterzuivering, heel veel vragen gehad van jullie en die kunnen jullie blijven stellen. Ik ben niet weg, ik ga door, maar ik wou jullie bij deze wel even bedanken voor de support van de afgelopen maanden. Daar ben ik heel erg blij mee geweest. Mocht je nou nog niet klaar zijn met het willen volgen. Ik weet niet hoe actief, ik weet niet wat ik ga doen met video of misschien wil ik wel even afkicken van het alles vastleggen. Maar in ieder geval ga ik het weer oppakken en dat is dan vooral op mijn Facebook account en op mijn Instagram. En daarvoor vind je de linkjes hier beneden. Ik wil ook Discovery bedanken voor deze kans en de jongens van Brut Amsterdam die de edits in elkaar hebben gezaaid al deze tijd. Wekelijks was dat leuk en dan kon ik van af laten glijden en verder met de trip. En het is echt heel erg tof geweest om dit te doen. Dus thanks, Discovery. Ik heb in ieder geval echt het gevoel dat ik niks anders had
willen of moeten doen de afgelopen maanden. En dat gevoel is nog zo intens sterk aanwezig dat ik doorga met deze reis. Ja. Go live your dreams, I would say. Vanuit, en ik kan het nu echt zeggen, vanuit Urumqi in China. De groetjes aan Nederland. Oké, doei. Het is de day of departure. Zo bijzonder. Now you pour out of me. Cause I've been under your spell. We can call ourselves tough man right now. I flush it out to sea. And hope someday I can repel. Doggies, go! We gaan naar China, jongens. Hup. Ik fiets op de snelweg. En ik ga nu 50. You're causing all the troubles buried in my head. What was I supposed to do? Het geeft een heel erg magisch gevoel. You fell into my arms again. Yeah.